Hele goede middag. Welkom bij een nieuwe video. Het is vrijdag en we komen samen. 25 augustus. Ik ben net gedoucht. Ik heb het al afwas gedaan. Gelukkig heb ik het gisteren al opgedaan. Dat had ik vandaag niet te doen. Het is nu 12:30. Ik wacht even tot Ujanari de auto van BT hier komt brengen. En dan breng ik haar weer weg. Want ik ga de auto even lenen. Want ik ga namelijk vanmiddag met mama Julie en de kids naar reizen. En Joanne is vanaf 18 geworden. Dus gaan we even daar naar de B-day. En dan gaan we weer op tijd naar huis. Want vanavond is het straatfestival. Zo zin in. Ja, ik vind het altijd gewoon kapot gezellig. Dus dat is de plan voor vandaag. Nou, wat lekker eten, Suas! Lekker, oh, mag ik het eraf halen? Natuurlijk. Lekker warm. Ik ga lekker. Lekker eten. Hier is dus hierin. Gele, witte rijst. Gele rijst. Gele rijst. Even een goede bodem leggen voordat we naar het straatfestival gaan. Welk stiek van het eten? Hi. Ja, ja, ja. Het is een voorbereiding voor de oh ja. We hebben net inderdaad bestek gevouwen. En hoe noemen we dat? Wat deed ik ook weer? Polijsten? Polijsten, ja, precies dat. Ja. Dat heeft Joanne je verteld, denk ik. Dat ja. Nee, nee, van haar hoeft dit niet. Jawel, dat moest wel. Dat moest van Tsuhuri. Ja. Polijsten. Ja, ja. En hier is de birthday girl. Birthday girl, birthday girl, birthday girl. Birthday girl, hi. Birthday girl. Hoe voelt het om 18 te zijn? Wow. Hoe voelt het om 18 te zijn? Precies hetzelfde als 17. Maar het is wel leuk dan, denk ik. Okay, je mag wel langer. Ik hoop dat iets vanaf me echt. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. Unboxing. Cadeau unboxing. Maureen, wat lach jij? Wat lach jij? Ja? Wat cute. Oh. Leuk, love it. Langzaam ze lijkt mij in de gloria, in de gloria. Wat wil je zeggen? Weer, onze vlogster is weer aanwezig hier in Reizen. Sowieso. Hey. Hey. Kijk ernaar, gaan we kijken. Gaan we kijken, die vlaggen. Nou mensen. Zeg man, eigenlijk mag jongens, ik hi. Ga je eens gedag zeggen bij de vlog van Bongzo? Nee, tuurlijk niet. Zeg maar gedag, Peet. Peet, wat is er aan de hand nu? Wij zitten vast in de auto. Ja. Autoberg. Moet je, gaat u dit op YouTube plaatsen? Natuurlijk, dat hoort er toch ook bij? Dit hoort gewoon bij het dagelijks leven. Gelukkig zijn we in Zwolle, net voorbij Wieter. En ze hebben al naar dingen gebeld. Ja, en ze hadden al gebeld als ze er aankomen. Uit Zwolle, dus het moet niet lang duren. Je hebt geen en gelukkig vanavond. Zijn we gewoon rustig. Ja, ze zien we daarentegen wel een Ryan, maar Sir! Hi Ryan, jongen. Geen paasdrap dan, Lily. Hé, hey, wat denk jij, Keel? Wat is er? Wat is er, zeg oh, welke straat, Nivo? Noem eens een woord dan. Yusu. En wat nog meer? Hoezo is Yusu serieus? Daar komt hij al aan, hoor. Wie? Hey. Yes, hij is er al! Deze wie? Boykie, die kapot gaat snel redden. Hij gaat binnen een kwartier. Ja, maar hij komt er bijna. Hij komt er bijna moeilijk op. In ieder geval moest de BT bellen. Yusu! Omdat natuurlijk zijn auto is. Toen had hij, wat had ook weer gestuurd? En zo'n Polisblad. Polisblad had mijn zus gebeld naar de pechhulp en nu zijn ze binnen een kwartier. Dus eigenlijk is dat wel snel. Ja, want ze zeiden een uur. Voor. Ja. En dat is echt. Hoppie lang. Het is nu 9:15. Dus het valt no, Ghana.
Hadden we helemaal niet gaan is dat we allebei onder de 10% hebben. Ja, ook nog. Wat ruim bijna leeg. No stress. 7% heb ik en Thalita heeft 2%. Dus ja, dat is de status. Oh, die boykie komt eraan. Hij komt eraan. Ja, niet zo boykie. Ben ik thuis. Even omgekleed, een beetje opgefrist. Drink even snel een blackie. De fles gaat snel, man. Ging je net ook in de auto vlaggen? Ja. Kort over team, nou. Kapot laat. Vlog. Hoe gaat de security? Allemaal. Gaat goed? Oké. We zijn bij Vapen. Vapen. Met Elisabeth op onze lippen. Oké, we zijn dus opgestuurd. Niet gesponsord, maar ja, is ook goeie. Ja, makkelijk. Nee. Toen gaat het naar rij. That's why I'm gay. No. Always. Dino. Wat wil je zeggen? Hallo allemaal, het is de volgende dag. Het is Saturday, het zonnetje schijnt. Heerlijk weer. Gisteren waren we rond 4 thuis ongeveer. We gingen daarna nog naar Soto, Fable eten halen. Toen naar huis. Best wel veel gedronken allebei. Maar ik voel me nu eigenlijk wel fit. En nu gaan we naar mijn omaatje. Ik ga daarheen. Ik heb met haar even lunch of zo in de stad. Verwandelen misschien. Het is heerlijk weer. En ik denk daarna gewoon lekker chillen. Voor de rest hebben we geen planning dit weekend. Ook heerlijk. Een keer niks. We willen net gaan wandelen. Dus oma kijkt naar buiten. Zegt: oh, mijn zonnebril ben ik vergeten. Hè, oma? Zonnebril, hè? Ja. Oma zegt, ik draag altijd een zonnebril. Oh, kijk, ik zit wakker. Ik heb altijd een bisje dan. Ja, dat maakt niet uit. Nu is Bobby even ophalen, hè, boven. Ja. Ja, nu is Bobby even de zonnebrand ophalen. En wacht ze maar hier in de gang. We gaan even wandelen buiten, mooi weer. En dan even op het terrasje. Oké, nou. Wat doe je, oma? Daar. Oma, je wil eerst zelf wandelen. Wat goed van haar, nog zo fit. Het liefst wel peper in zitten. We zitten lekker bij de Deli Frans hier met oma. Oma wil een broodje met kaas en nu twijfelt ze toch weer. Waar is ze hier gezellig? Onder de peperbus. Ik ben erbij komen van gisteren. Ja, ik hoop dat dit je aansterkt. Maar ja, lekker loeren hier. Slaan wat makken, oma. Slaan wat makken. Always smiling. We zijn aan het schoelen.
oma. En... Ik weet dat hij het scoorde. Oh. Eerste ronde heb ik wel lekker gescoord. Ik heb jou gemast. Al zeg ik het zelf. Nee, want je, eerst wou je zelf geen punten tellen. Daarna, toen jij begon, zei je pas ik ga punten tellen. Hé, oma? We hebben 3 rondes gedaan. Nou, je hebt er gewonnen. Met een beetje geluk. Rot op, gek. Oma, wie heeft gewonnen? Wie heeft gewonnen? Nee, maar ik moet... Wij heerlijk. Katervoedsel. Lekker. Oh. Veef. Het is de volgende dag. We hebben gisteren een heerlijke tijd naar bed gegaan. We hebben uitgeslapen. We zijn helemaal bijgekomen van straat festival. Hé, babe? Zeker. Ik twijfelde nog om naar stad te gaan. Mijn zussen gingen me al appen. Met foto's en filmpjes. Maar ik was strong en ik bleef thuis. Anyways. We gaan naar de straat. We gaan nu naar de kerk fietsen. Ik heb bloemerdienst, baby heeft geluidsdienst. En dan gaan we naar de kerk. En verder niet zo heel veel bijzonders op de planning vandaag. Het is zijn bloed dat hij dient. Die op en hoop wordt niet bestaan. Ik stel. Naar de kerk eten we lekker Grieks. Patat. Ik heb nog niet uit het zuiden wel. Dit is een Griek. Oh, dat hij friet. Zemmer. Hier bij Iliana's. Inmiddels is het alweer avond. Het is nu 9:50. Baby's bij een optreden van Alkana. Komt heel goed uit. Want ik moest nog een paar van zijn cadeautjes inpakken. Want vanaf vandaag zondag. Het duurt toch 30 dagen totdat hij jarig is. Wat ik gedaan heb is dat ik 30 cadeautjes voor hem gekocht heb. Wat domme, grappige cadeautjes. En gewoon echt leuke cadeautjes. En dan mag hij vanaf nu elke dag één cadeautje openen. Tot de 30ste verjaardag. Dus ik heb ze allemaal hier klaar liggen nu. Al de cadeautjes. 30, hij gaat echt denken, what the one. En ik heb hier in het zakje... allemaal nummers opgeschreven. Zal we laten zien als voorbeeld. Nou, hier zijn we nummer 12. Dan mag hij elke dag 1 nummer pakken. Als hij nummer 12 pakt, mag hij cadeau 12 openmaken. Dus dat is de bedoeling voor straks. Ik ga nu gewoon even bank hangen, wachten tot hij thuis komt. En dan zijn we die actie filmen. Ik ben heel benieuwd. Oké, jongens. Baby is bijna thuis. Jezus man, dit is wel confronterend man. Normaal! De FMG.
Dat je dit zo is gaan doen. Nummer 28. Moet ik nu zoeken? Ja, ik weet niet welke dat is. Nee, dit is de grootste. Een zakje. Nummer 30 heb ik daarom wat ergens anders. Die geef ik in Londen. Tja. Yeah. Ik weet niet waar nummer 28 is. Dat zijn dom op de dood en leuker. Dat is nummer. Oh jee. Oh, een t-shirt! Ik weet niet welke dat is. Wow. Let's see. Ik word al gewend als ik 30 cadeaus krijg. Maar het zijn nog stomme cadeaus, hè? Dank je. Grappige cadeaus. Die gewoon echt bij jou passen. Olaf t-shirt. Altijd goed. Mooi kleurtje. Een shirt is op de vloer voor jou. Cadeau nummer 1 voor deze oude man. Bijna oude man. Olaf, altijd goed. Ah, ik heb een smaak. Huh? Niet te druk voor me. Ja, de. Wil je patat gehad willen? Wat hè? Je zwarte patat gehad willen? Ja, nee. Ik had al 30 cadeautjes. Ben je 30 pizza? Geef je strak. Een schatje. Oeh, is het wel los of niet? Te los? Nee, dit is goed, man. Dit is perfect. Gewoon een beetje oversized. Ik ga de vlog verder afsluiten. Ik moet morgen denk ik werken. Ja, sowieso. En ik nog even de vraag eigenlijk. Maar ik heb nog 1 weekje vrij en dan begint volgende week mijn school weer. Mijn laatste jaar. Super spannend, maar wel veel zin in. Ik ga vlog afsluiten. Een leuke video. Blij dat ik nog. Tot de volgende video.